Ja, dat is nog eens een begin. Welkom, dames en heren, hier op deze winderige dag. Wat geweldig dat jullie hier allemaal zijn. Wat een hoop mensen, wat goed. Mijn naam is Anna Visser en ik wil jullie allemaal van harte welkom heten hier bij de kick-off van Opera Dagen Rotterdam 2019. De officiële kick-off van de kaartverkoop, strakjes aan het einde van dit programma. Maar voordat we daar zijn, nemen we jullie mee vanmiddag langs een aantal hoogtepunten. Doen we vast wat tipjes van de sluier oplichten van wat u allemaal kunt verwachten op het festival in mei. Welcome to our English viewers, our foreign viewers as well. We worden namelijk gestreamd op Facebook, ja. Dus ook welcome to our Fedora audience that is looking from all over Europe. Als je kijkt via Facebook kun je ook meedoen vanmiddag. Dan kun je namelijk een vraag insturen. Mocht je een vraag hebben aan de artistiek directeur van het festival die dadelijk hier komt, dan kan dat. Dan moet je die via Facebook opsturen en ergens aan het einde krijg ik die dan ingefluisterd en krijg je als het goed is ook een antwoord. Maar dat allemaal later. Ik ga meteen beginnen ook met die artistiek directeur naar voren halen hier op het podium, Guy Kolen. Een hartelijk applaus alvast. Welkom, Guy. Ja, we zijn dit jaar bij deel 3 beland, als ik het even heel kort door de bocht zeg. Deel 3 van de heldentocht die Opera Dagen Rotterdam waar Opera Dagen Rotterdam zijn bezoekers in meeneemt. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, we volgen dus gedurende 4 jaar die heldentocht, zoals je zegt. We zijn begonnen met het vertrek. Nu zijn we beland bij de metamorfose. Dat wil eigenlijk zeggen dat een held die gaat op zijn tocht. En die weet in het begin niet dat hij een held is. Maakt dan allerlei dingen mee. En in deze fase beseft hij dat hij een held is. Dat is in alle klassieke heldenverhalen zo. En daar gaan we dus rondwerken. Die metamorfose is natuurlijk voor ons het fijnste thema eigenlijk. Mm-hmm. Omdat we daar van alles mee kunnen doen. Wat wij doen met opera in het algemeen is het een beetje een metamorfose geven. Zoals jullie weten doen we heel weinig echte klassieke opera. We hebben er dit jaar wel een paar, maar ja. We proberen daar net een draai aan te geven, een nieuw jasje te geven. Niet echt het opera, de opera van het rode pluche, zoals we dat kennen, maar met een twist. Ja. Ja, dat is de eerste metamorfose, ja. Dus de opera dus, zelf. Ja, maar het thema is natuurlijk ook in zoveel verhalen. We hebben Orfeo hebben we al vaak gehad, maar komt ook heel veel terug dit jaar. Is ook een held die een metamorfose meemaakt. We hebben ook eigen producties, zoals Nicole Beutler, een fantastische choreografe, die met muziek van Purcell een voorstelling speciaal voor ons gaat maken met de titel Metamorfose. Dus in heel veel van die producties die we gaan maken, komt het terug. En daar zit, want je noemde net Orfeo, die komt strakjes. Ja. Dus daar gaan we dadelijk nog uitgebreid over spreken, ook met de makers. Maar dat is ook een ander soort metamorfose. Dus behalve dat de hoofdpersoon verandert, is dat ook een soort culturele metamorfose. Juist. Of een toch, daar zijn jullie ook naar op zoek. We gaan een groot stadsproject maken. Ja. En waar we zoveel mogelijk mensen uit de hele stad willen bij betrekken. We hebben denk ik een 50-tal groepen, diverse groepen. Maar we gaan het er straks nog wel over hebben. Ja. Dat vinden we heel belangrijk. Het is vanaf het begin geweest dat de stad Rotterdam voor ons een inspiratieplek is. En een plek om te werken. Dus weet dat de Schouwburg is ons festivalhart. Alle zalen in de stad zijn onze plekken. Maar we hebben ook weer een aantal heel fijne onontdekte plekken gevonden waar we opera kunnen brengen. En ja. Daar metamorfoseren we ook weer, In die plekken in operahuizen. Ook letterlijk dadelijk ook weer panden die zelf in metamorfose zijn en nu toneel zijn voor voorstellingen, maar die komen straks voorbij. Ik zei net in het Engels ook welkom, want jullie worden ook steeds internationaler.
Ja, je haalt de fedora aan en je staat hier. Er ligt ook een flyer voor mensen die er iets meer over willen weten. Dit is namelijk een roadshow van Fedora. Het is een van de dingen waar we internationaal mee bezig zijn. We hebben het Orfeo Majnun-project, waar we het straks zullen over hebben, is ook een internationale samenwerking met heel veel partners in Europa. Daar zitten denk ik een tiental operahuizen en festivals bij. Maar ook Fedora is een organisatie waar internationale Europese operahuizen en festivals zich samenbundelen. En het is eigenlijk een soort private funding. Dus daar zitten mensen uit de privé en ook personen die graag dingen ondersteunen. Mm-hmm. Het gaat vooral over het ondersteunen van jong werk en het ook anders invullen van opera. En daarom hebben ze ons festival natuurlijk ook uitgekozen, omdat wij opera dichter bij de mensen brengen door op locatie te gaan, maar veel kans te geven aan jong talent. Het is ook een fonds dat geld geeft voor ander publiek. Dus als u er interesse in heeft, daar ligt een flyer. En daarom wordt het ook gestreamd en daarom ook een welkom aan deze mensen. Want het is heel bijzonder. Er zijn ook heel regelmatig bijeenkomsten over om te kijken hoe kan dat die opera naar de toekomst iets belangrijk blijven. Mm-hmm. Het is een kunstvorm die niet in het verleden is. Het is ook een kunstvorm van nu. En wat wij, het woord opera krijgt soms een heel andere definitie bij ons. Maar dat vindt Fedora nu net interessant om die opera ook de kunstvorm van de toekomst te maken. En Kijk. Dat is waar wij voor staan en Fedora dus ook. Goed zo. En hoe dat gebeurt in jullie festival, dat gaan we, daarin ga je ons meenemen. Hè? Ja. In korte vogelvlucht een aantal tips van jou van wat de mensen hier in de zaal absoluut niet mogen missen. Ja, ik ga nog één dingetje zeggen over het internationale. Ja. Want ik heb net dat Fedora-verhaaltje vertelt. We werken steeds meer samen met internationale festivals. We hebben ook dit jaar, en dat is een van de dingen wat heel belangrijk is een wedstrijd die wereldwijd wordt georganiseerd, Music Theatre Now. En dat zijn dus eigenlijk allemaal nieuwe stukken die gecreëerd zijn in de laatste 3 jaar. Daar zijn 10 winnaars uitgekozen. En dat zijn ook stukken uit de hele wereld. Het is heel bijzonder om muziektheater en opera te zien uit landen waar je het niet van verwacht, uit Afrika, Azië. En die 10 winnaars gaan wij hier over de vloer hebben. We gaan een aantal van die stukken live presenteren, dit jaar en volgend jaar. En daardoor krijgen we heel veel internationale bezoekers ook, wat wel heel fijn is, want het wordt een soort ontmoetingsplaats voor mensen die met muziektheater en opera bezig zijn. Die blijven hier meestal 4-5 dagen en er wordt heel veel gedebatteerd. Men vindt het fijn dat er in ons programma zoveel verschillende dingen te zien zijn. Ja. En het is wat wij ook voorstaan, en dat is ook vrij nieuw voor mensen in de operawereld, is dat wij zowel professionals als non-professionals met elkaar in contact brengen. We doen projecten waar de amateurkunst zeer belangrijk is, maar we doen dingen in de stad, maar we doen ook klassieke opera's naast heel hedendaagse experimentele dingen. En die breedheid is iets wat men heel belangrijk vindt. Wat er het gevolg daarvan is, en dat is heel fijn, en ik weet niet of jullie dat weten, dat er nu ondertussen 3 festivals in Europa zijn gecreëerd die ons het moederfestival noemen. Er is er eentje in Berlijn, eentje in Wenen en er is er ook één in Engeland. En we hebben ook al een soort offspring in China, in Beijing. En we werken ook heel vaak samen met een festival dat naar ons is in New York. Dus we zijn zo dat heel fier dat we... Dat breidt zich uit als een inktvlek in die over 10 jaar wat we nu aan het werk zijn. En dat we al, dat u misschien vaak dacht van wat is dat hier allemaal? Maar het heeft wel een impact. En dan zijn we heel blij voor onze eigen makers ook, die ook daardoor de grenzen over kunnen en kunnen samenwerken. Ja. En een aantal van de producties die hier in première zijn gegaan, toeren ook nog altijd over de wereld. Ik denk aan Aquasonic, wat hier het onderwaterproject dat hier in première gegaan is. Dagboek van een verdwenene, wat 2 jaar geleden de opening was. Earthdiver vorig jaar, Aubergine. Het zijn projecten die in alle festivals in de wereld spelen, die hier gestart zijn. En dat is iets om trots op te zijn. Daar zijn we eigenlijk wel heel trots ja, op. Ja, dat lijkt me ook. En terecht. Mooi. Het belangrijke is, en dat vindt iedereen, dat het eigenen van Rotterdam zo
belangrijk blijft voor ons. Het staat ook in onze titel. Mm-hmm. En we zijn er ook trots op dat zo'n... En mensen zeggen, Rotterdam is een plek van creatie, van nieuwe ideeën. En dat past ook perfect. De burgemeester heeft het onlangs ook gezegd. Dat festival past nu perfect bij Rotterdam. Daarom is het ook belangrijk dat we dat op die manier hebben kunnen opbouwen. Ja. En ben ik zelf heel blij mee dat we dat hebben kunnen doen. Ja. Mooi. Nu dan toch het aanstaand festival. We hebben gekozen om te beginnen met drie projecten. We hebben geen één openingsproductie. We hebben Reading Salome. We hebben ervoor gekozen om een aantal bekende titels. En er zijn een uit de opera geschiedenis in het programma op te nemen. Reading Salome is, zoals u ziet, niet de Salome van Strauss, hoewel het wel daarop gaat. Maar het gaat veel eerder zijn. Het is een Berlijnse productie met drag queens. Die gaan lip-synken. Dus het is een best pittige, amusante voorstelling. Het gaat vooral over de opvoeringsgeschiedenis van die bekende opera Salome van Richard Strauss. De muziek komt erin. Wel niet live gezongen, want het is een spel met die opera. Maar het gaat ook over de bekende opera-divas die rol vertolkt hebben. Dus het is een gewaagde, maar pittige voorstelling. Hij heeft in Berlijn veel prijzen gewonnen. Ja. Maar we hebben daarnaast twee andere voorstellingen. Eentje hebben we uit die winnaars van de Music Theater Now, is een Iraanse voorstelling. Een heel intense, mooie voorstelling die bouwt op de traditie uit Iran. En de muziek en de geschiedenis uit Iran gebruikt. Dus het zijn dingen die we eigenlijk niet vaak te zien krijgen hier. Mm-hmm. En het is ook maar door die wedstrijd dat ik erbij ben gekomen. Ik vond het heel belangrijk om daar ook kennis mee te kunnen maken. Want dat is een van die 10 projecten die je... Ja, maar we hebben die mee in de openingsvoorstellingen gezet. En de laatste van de openingsvoorstellingen is een heel mooi, warm project. Is een Australische zangeres die een project maakt rond slaapliedjes. De voorstelling heet Lullaby. Zij is langs vluchtelingenkampen in heel de wereld geweest. En ze heeft daar allemaal slaapliedjes verzameld. En dat is een heel emotionele voorstelling geworden. Dus daar hebben wij ook de première van. Dus het is heel, mooi. Drie heel verschillende juist. Dus mensen hebben de keuze. Maar je kan ook, als je wil, de drie kan je zien. Want die twee spelen ook op zaterdag nog. Maar... En uiteraard beginnen we met onze first night, waar allemaal previews zijn. En dat zal ook hier plaatsvinden. Dat is altijd een feest voor onszelf ook. Ja. En voor het publiek. Waar moeten we nog meer naartoe? Ja, we hebben nog een aantal... Ik kan niet zo... U heeft het boekje gekregen. We gaan... ik kan er een aantal foto's laten zien. Driftig in gebladerd, heel goed. Een heel leuke kleine voorstelling komt uit Groot-Brittannië. Het heet Toujours et près de moi. Het is een Britse voorstelling, maar het heeft wel een Franse titel. Het is een... je ziet de foto. Deze twee kleine mensen zijn een soort hologrammen. Dus het is heel... inventief speelse voorstelling. Het gaat over live mensen die... dus we zoeken ook naar heel vernieuwende, frisse dingen waar de nieuwe mogelijkheden van de media terechtkomen. En dit is zo'n pareltje. Het is een kleine voorstelling, maar ik wou het toch even noemen, want het is heel bijzonder. De Cave is een voorstelling uit Griekenland, ook een van de winnaars van de Music Theater Now. Is waar oude en nieuwe muziek bij elkaar komt. Het is een groep die 2 jaar geleden al hier gespeeld heeft met Revolt Athens. Ik vind, het gaat zelf dus over de metamorfose, de cave, het grote Griekse verhaal. Mm-hmm. Maar het is een, je gaat Monteverdi, maar een oude muziek en het is ook af en toe hedendaagse muziek. Het is een heel, ook veel video, dus het is ook daar heel alle nieuwe media die gebruikt worden. Ja. Een ander heel bijzonder project, dat is geen première, het is in Amsterdam in première gegaan een tijdje geleden. En het NRC heeft het genoemd als de beste voorstelling van Nederland. We zijn wel co-producent van het project, is Harriet. Waar onze eigen Clara McFadden, ze is helaas niet hier, want ze is aan het repeteren in Lyon. Maar ze zendt iedereen haar groeten. Want de huisambassadeur van het festival. Ja. Maar het gaat over Harriet Tubman. Is een voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap een zeer belangrijke figuur. Zij leefde in de 19e eeuw. Harriet Tubman was slaaf.
is bevrijd geraakt. In plaats van het zuiden is ze naar het noorden van Amerika gegaan. In plaats van bevrijd te blijven, heeft zij veel tochten teruggedaan. Ze heeft duizenden mensen bevrijd. En zij is ook de leidster geworden van de Underground Railroad. Mm-hmm. Het is geen echte trein, het is geen railroad, maar het is wel een parcours dat ze hadden om mensen te laten ontsnappen. Ja. En het is een heel intense, mooie voorstelling waar je de geschiedenis krijgt. En het gaat helemaal tot nu over de slavernij nu. Dus, en Claren vertolkt de figuur van Harriet. Het is een heel mooie, warme voorstelling. Mooi. We hebben een aantal grote producties. We krijgen vaak de opmerking, ja, je doet niet echt veel opera's. We hebben er wel een aantal. We hebben een nieuwe opera, Sylvia. Die staat hier in de Schouwburg. Is een zeer... Ja, ik vind hem, hij is in Brussel in première gegaan. Het gaat over Sylvia Plath, een van de grootste schrijfsters, wat mij betreft, gedichteressen. Ja. En je ziet, ze zijn eigenlijk allemaal Sylvia's. Het is een heel levendige voorstelling, een beetje jazzy. Maar het is een... Ja, we hebben filmpjes op onze site staan, dus ik kan het alleen maar aanraden. Het is echt een mooie... Er is ook heel veel film in de regisseur. Is heel, ik denk dat het heel film is, dus heel levendige, interessante voorstelling. Ja. Qua andere grote opera's hebben we Philip Glass uitgenodigd. Of niet uitgenodigd, hebben we een beetje geëerd. Einstein on the Beach is een van zijn iconische stukken. En we gaan er een speciale versie voor maken in de Doelen, in de grote zaal. Het is een 3,5 uur durend stuk, maar het is een soort trip waar je in komt. Het is, je kan ook in en uit lopen. Het is een opera, maar tegelijkertijd is het ook een anti-opera, zoals hij noemt. Maar het is het fantastische Collegium Vocale die het gaat zingen. En het is een ervaring, mm-hmm. Het stuk. We brengen nog een kleiner stuk van hem ook. Dat is een echt klein operatje. Dat doet de Vlaamse opera. En dat staat hier. Dat is echt een klassieker operatje van Philip Glass, maar het is wel heel mooi om die twee facetten van hem te zien. Ja, dus om ze eigenlijk allebei dan te bezoeken. Ja. Ook. Ja. Ja. Dan qua echte opera hebben we ook... we hebben een operagala. En we hebben ook de Walküre van Wagner, waar we niet aan gaan prutsen. We gaan maar in één deel eruit doen, maar we hebben wel een fantastische cast. En Edo de Waard komt... in de Doelen, want we hebben nog een aantal projecten die rond het figuur van Wagner, dat is natuurlijk ook een belangrijk grote operacomponist, mm-hmm. geweest en een hele inspiratiebron voor vele makers. En, dus we willen ook wel gewoon een keer groot kunnen uitpakken, ja. En we zijn heel blij dat we dat kunnen tonen. En we sluiten dat de festival en de andere dingen komen nog aan bod met het nationale lied. Wunderbaum gaat aan de slag met heel veel koren in de stad. En het is een project dat ze gemaakt hebben, dat ze maken met in Italië, in Duitsland en bij ons. En het is een soort, u ziet het, feest. Dus we vonden het voor onze slotweekend. Een geweldige feestelijk keuze. Slot om het, ja. Mooi. Het gaat over het nationaal lied. Het gaat over zingen, over alle soorten repertoire, ja. Om mee te zingen. Ja. Dus, ik vind dat je er goed snel doorheen bent. Ja. Nou, Matthijs van Nieuwke kan er een puntje aan zuigen. we krijgen jou dadelijk nog weer terug, ja. Op het podium. Als je nog dingen verzint die je nog vergeten bent. Of waarvan je denkt, oh ja, dat moet ook nog even gemeld. En dus om een vraag te beantwoorden als die er komt. Via Facebook, maar of voor nu, of vanuit de zaal, ja, mag ook. Voor nu in ieder geval alvast heel erg bedankt. Doet mij in ieder geval veel plezier om zoveel bekende gezichten te zien. Het is fantastisch om hier te staan. En, het is echt, en daar... Ja, het is geweldig. Goed zo. Dank. Heel dank erg bedankt, tot straks. Guy Kolen. En tot zo weer. Ja, want zoals ik al zei, hebben we hier ook een mooie verzameling aan artiesten... die voor jullie tipjes van de sluier... gaan laten zien van wat je tijdens het festival kunt verwachten. En we beginnen met Steef de Jong. En ik ga daar eigenlijk niet al te veel over vertellen. Het enige wat ik wil zeggen is dat hij komt een stukje of een fragment laten zien van Steef's operetteuurtje. Een bejubelde voorstelling. Die laaiend enthousiast werd ontvangen en nog niet in Rotterdam heeft gestaan. Dus sowieso is dat al reden genoeg om te gaan kijken tijdens het festival. Maar nu dus alvast voor jullie
Steef de Jong met een fragment uit Steef's operetteuurtje. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is dus Steef de Jong. En ik ga nu voor u de eerste acte uit de operette Orphée aux Enfers van Jacques Offenbach uit 1858 integraal voor u opvoeren. Oké, nou. Daar gaat hij. Wij zijn l'opinion publique. En wij zorgen ervoor dat alles in deze operette precies zo verloopt zoals ik dat wil. En met ik bedoel ik natuurlijk... Wij. En het begint al goed. Daar komt Eurydice aangelopen, vrolijk als altijd. Ja, ik ben altijd vrolijk. Een vrouw als ik heeft veel te klagen, dat is mijn droevig lot. Ik kan mijn huwelijk niet verdragen, ik ga eraan kapot. Maar voor wie pluk ik deze bloemen? Voor wie dans ik de kankan? Nee, ik zal zijn naam niet noemen, maar niet eens voor mijn man. Nee, niet voor mijn man. Wie dan? Ha-ha-ha-ha. Mijn huwelijk stelt heel weinig voor, heel weinig voor. Maar op de imker ben ik smoor, verliefd zo smoor. Mijn huwelijk stelt niets voor, op de imker ben ik smoor. Mijn huwelijk stelt te weinig voor, maar op de imker ben ik smoor. Zo'n bijenman, weet je wel? Imker. Geen woord tegen mijn man, hè? Te laat, Eurydice. Daar is je man al. Mon Dieu, mijn man. En hij heeft alles gehoord. Ik heb alles gehoord. Dus het is heus. Ja, ja, mijn man. Je bedriegt me onder mijn neus. Ja, ja, mijn man. Ja, ja, mijn man. Haat je me echt tot in je diepste? Ja, ja, mijn man. Ja, ja, mijn man. En ik ben niet langer jouw liefste. Nee, nee, mijn man. Nee, nee, mijn man. Het spijt me zeer, ik voel niets meer. De koek is op het vuur gedoofd. En daarbij word ik orendol van dat gejank op die viool. Ik dacht dat je dat mooi vond, dat mijn muziek je opwond. Ik dacht het niet, ik dacht het niet. Ik kan dat ding wel slopen. Waag het niet, Orphée. Oh, hè? Ja, dit heb ik zelf gecomponeerd, hè? Wat een zeikmuziek. Thank you.
komt-ie, let op. Het is afschuwelijk, echt mega gruwelijk, ik smeek je stop, hou hiermee op, ach, 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 ach. God allemachtig, dit is toch prachtig, ik ben zo dol op mijn viool, ach, 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 ach. Please, stop hiermee, ik breek hem in twee, een symfonie vol nostalgie. Ach man, val dood, dit is idioot, hou je gemak. Slettebak. Ik spreek je stop, hou mee op. Toch op. Nee, hier zijn wij helemaal niet blij mee. Dit is niet hoe het hoort. Nou, laten we eerst maar even bij de imker gaan kijken. Aristée, zo'n leuke man. Op de groene heuvels rozen struiken bloeien. Zie ik dat er druiven aan de druivenranken groeien. En zie ik mijn bijen zwermen tussen al het groen. En zoete honing maken, dat is wat ze doen. Wat ze doen, dat is wat ze doen. Er is niets mooiers, niets mooiers voor mij dan het gezoem, het gezoem, het gezoem van een bij. Oh, na maanden van voorbereiding kan ik vandaag eindelijk oogsten. Mijn lieve Eurydice, ik verlang zo naar jou. En straks zullen wij voor eens en altijd samen zijn. Aristée, Aristée, waar ben je? Oh, de stem van mijn lieve Eurydice. Hier ben ik, Eurydice, hier, midden in het koolzaadveld. Oh ja, Aristée, ik zie je. Wacht, ik kom naar je toe gerend, goed? Ja, kom, kom, Eurydice. Au! Oh nee, Aristée. Ik ben door een adder gebeten. Ik sterf. Oh, Eurydice, dat is fantastisch, fantastisch. Ja, luister. Lieve Eurydice, ik ben niet wie jij denkt dat ik ben. Eurydice, in werkelijkheid ben ik helemaal geen imker. Eigenlijk ben ik... Ja, momentje. Pluto, de god van de onderwereld. O, Eurydice, kom in mijn armen. Ik hou van je. Ik neem je mee naar mijn land en daar zullen we voor altijd samen zijn. O, Pluto, ik voel me opeens zo
Zo fijn. Zo. Ja, ik weet niet. Mindful. De dood is als een vriend gekomen en met een lach op zijn gezicht heeft hij me in zijn armen genomen en brengt mij veilig naar het licht en brengt mij veilig naar het licht. Dankjewel, Steef. Dank u wel, dames en heren. Hoe het afloopt verder in deze klassieke Griekse tragedie, dat kunt u zien op het festival. En terwijl Steef ze als een personage onder zijn arm neemt, gaan wij snel verder. Guy zei het al, het thema is metamorfose. En daarin is ook dus ruimte voor gebouwen die metamorfen. Hoe zeg je dat eigenlijk? Nou, maakt niet uit, dat. Iemand die daar meer over kan vertellen, er is namelijk één gebouw, het Oude Dijkzicht ziekenhuis. En iemand die alles kan vertellen over wat daar gaat gebeuren tijdens Opera Dagen Rotterdam, is Tobias Kokkelmans, de dramaturg van het festival. Tobias, kom snel hierheen. Hallo. Hallo. Zeg ik dat goed, toch? Dat het Oude Dijkzicht, dat gaat voordat het met de grond gelijk gemaakt wordt, is het nog één keer het podium toegankelijk voor het publiek van het festival. Vertel, wat kunnen we daar verwachten? Dat klopt helemaal. Ja, het is eigenlijk een heel mooi verhaal. Het is bijzonder. Er zijn daar een aantal mensen die ik dan moet noemen. Waaronder Taco van het Erasmus MC. De eigenaar van het gebouw, toch? Zou je kunnen zeggen. Ja? Toch, Taco? Ja hoor. Ja, mijn wikke wegen. Ja? Laten we zeggen ja. En hij kwam op ons af en stelde de vraag: hey, jullie doen toch veel op locatie altijd. Willen jullie niets met dat Dijkzicht ziekenhuis doen? Want in de komende 3 jaar wordt dat steen voor steen afgebroken. Zoals velen van ons wel weten. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een heel bijzonder markeerpunt. Want dat gebouw is een icoon voor mm-hmm. de stad. Het is een soort scharnierpunt waar heel veel levens samenkomen, letterlijk. Waar heel veel mensen een verhaal te vertellen hebben. Dus we zeiden gelijk, ja, hier willen we iets mee doen. Ja, dus je kreeg een locatie aangeboden. In schoot geworpen. Ja, en dat toen, is heel bijzonder. En toen dacht je, ja, daar willen we iets mee. Ja. En toen? Nou, en toen zijn we gaan nadenken, wat kunnen we doen? En uiteindelijk zijn we uitgekomen op een route door het gebouw. Dus u kunt in kleine groepjes van 30 man of zo, gaat u door dat gebouw struinen. U moet zich voorstellen, het is helemaal leeg. We gaan van verdieping naar verdieping. We komen op plekken waar we niet zo snel zouden komen, zoals in de keukens. We kunnen kijken in de operatiekamers, op allerlei plekken. En dus we krijgen een speciaal kijkje, eigenlijk mm-hmm. nog een laatste blik zou je zeggen. En we hebben een muzikale route gemaakt met verhalen. Dus we hebben een vraag uitgezet naar de stad. Willen jullie onze verhalen, jullie verhalen met ons delen? De metamorfose van het leven, de geboorte, het leven,
En het afscheid. En kwamen daar veel reacties op? Ja, onwaarschijnlijk veel. We hadden een week, hadden we die vragen openstaan. We hebben meer dan 40 brieven gekregen, hele lange verhalen. Te veel verhalen eigenlijk om allemaal te gebruiken. Mm-hmm. Maar ja, heel ontroerend. Soms heel grappig ook. Verhalen van verpleegkundigen die zeggen van... deze patiënt heeft mijn leven veranderd. Dus het zijn ongelooflijk sterke verhalen. En tijdens die route, muzikale route door het gebouw, horen we die verhalen. Dus de mensen, die gaan we opnemen. En die verhalen horen we eigenlijk door het gebouw. Waardoor het gebouw eigenlijk zelf de hoofdrolspeler blijft in een afscheidstheater. Het project heet dan ook Vaarwel Dijkzicht. Vaarwel Dijkzicht. Ja. En je hebt nu iemand meegenomen... met twee van die verhalen. Ja, volgens mij is het er eentje geworden. Eén verhaal. Ja, en dat is Marieke Dijk wel. En die is daar. Oké, dan gaan we luisteren naar één van die mooie verhalen over Dijkzicht. Ja, en Marieke werkt mee aan het project. Dus zij begeleidt die mensen, kiest de verhalen uit. Dus zij is in het hart van dit project. Oké, Marieke. Ja. De vloer is voor jou. Thanks. Ik kom iets meer in het midden staan, dan heb ik een goed overzicht. Ik heb één verhaal uitgekozen om met jullie te delen in die enorme hoeveelheid van hele emotionele verhalen die we binnen hebben gekregen. En heb ik ervoor gekozen om iets met jullie te delen wat iets lichter van toon is. Ik doe dat anoniem, dus we noemen de meneer in kwestie nu even meneer Jansen. Beste mensen van de operadagen. Het was 1974 toen ik voor het eerst werd opgenomen in het Dijkzicht ziekenhuis, Rotterdam. Vanwege erge, onbekende krampen in mijn maagstreek. Veel te laat heeft mijn huisarts mij uiteindelijk per ambulance met spoed naar het ziekenhuis laten brengen. Omdat ik nog maar zo'n 45 kilo woog. Het bleek uiteindelijk een verblijf te worden van 7 weken. Ik werd opgenomen op 3 midden. En de artsen hadden voorgeschreven dat ik in ieder geval vetarm, met hoofdletters, eten moest krijgen. Op de dag na mijn opname kreeg ik 's middags voor het eerst warm eten. Dit werd toen nog geserveerd op een borg met een grote stolp erover. Net als in een chic en duur restaurant. Het werd op tafel gezet en mij werd smakelijk eten gewenst. Dus ik uit bed aan tafel gaan zitten. Ik had best trek. Ik haalde die stolp eraf en wat zag ik? Een stuk vlees, vet, in vette jus. Ik werd er gelijk misselijk van. Ik doe de stolp er weer op, nadat ik een halve aardappel en wat groente had gegeten en ben weer in bed gaan liggen. Na een tijdje kwam de hoofdzuster weer binnen en vroeg, heeft het u gesmaakt? En tegelijkertijd tilde ze die stolp op en schrok en vroeg op een heel andere toon, meneer... Meneer Jansen, waarom heeft u niets gegeten? Waarop ik antwoordde, ik moet vetarm eten en dit lust ik sowieso niet. Zij weer, nu op kwade toon, u komt nu uit uw bed en u eet dit op. Ik weer, dit mag ik niet en ik lust het niet. Hierop kon zij niets anders verzinnen dan, en zij was een hele grote... en stevige vrouw, 2 keer zo zwaar als ik en ook 2 koppen groter. Een soort kenau dus. En ze trok mij aan mijn haren uit mijn bed. Zette me op de stoel en sprak zeer dreigend. Nu eet u dit op. Ik ben over 10 minuten terug. En dan is uw bord leeg. En weg was ze. Nou, nu moest ik wat verzinnen, want ik werd echt misselijk van wat er op mijn bord lag. En in de kamer was er geen wc, dus ik kon het niet door de wc spoelen. Ik haalde overal papieren, servetten vandaan en daar wikkelde ik het vlees in. En dat verstopte ik in de prullenbak die wel in de kamer stond. Hetzelfde deed ik met de aardappels en groenten, dus alleen die vette jus lag nog op mijn bord. Ik was net klaar met alles te verstoppen en lag weer in bed en deed alsof ik sliep. Toen boem, de deur met een knal openging en zij daar weer stond. Zij naar de tafel, deed de stolp omhoog en ze brak bijna in juichen uit met de woorden... ziet u wel, u kunt het wel eten. En nam het bord met de stolp mee.
en ik was een brave patiënt. Na een tijdje begon het toch een beetje te ruiken in de kamer. Dus ging ik de gang op om te wandelen, op zoek naar een grote afvalbak waar ik mijn servetten met inhoud in kon weggooien. Toen kwam ik die Keno weer tegen en zij vroeg, moet u niet slapen? Waarop ik zei, nee, ik doe altijd een wandelingetje na het eten. Dat bekomt mij goed. Ik kon geen prullenbak vinden die mijn afval kon hebben, zodat er niemand iets van zou gaan merken. Dus toen ben ik maar terug naar de kamer gegaan, heb de bewuste servetten met inhoud in een krant gewikkeld, mijn jas aangedaan, ben naar buiten gegaan en ik heb alles gedumpt in de eerste de beste prullenbak die ik tegenkwam. Ik lag op een kamer met 3 anderen en toen ik de prullenbak leeg maakte met mijn eten, zag een van de andere 3 wat ik deed. Hij heette Sijf en hij werkte in de haven. En hij gaf alleen een knipoog en de andere 3 die lagen lekker te slapen, die hebben niks gezien of gemerkt. Verder waren het 7 vervelende weken, want de hoge heren konden niets vinden van wat mijn klachten veroorzaakten. Ik wens u veel plezier en geluk bij het maken van wat u hiermee wilt doen. Ik vind het fijn om nog eens wat van u te horen, want ik heb nog wel een verhaaltje. Dankjewel Marieke. Voor dit mooie verhaal over de icoon, het icoon Dijkzicht. Meer mooie verhalen dus in de voorstelling. Vaarwel Dijkzicht. Dan gaan we nu verder met de winnaar van de Opera Daag Award 2018. Aria Lester. Ik zit even te denken of ik nu alvast daar iets over ga vertellen. Nou, heel kort nog misschien. We gaan een stukje kijken van zijn nieuwe voorstelling die hij in samenwerking met Productiehuis Rotterdam voor Opera Dagen Rotterdam heeft gemaakt. De Cave. En verder denk ik dat ik van het podium afga en dat we gaan kijken naar Aria Lester. Somewhere in the mind I was summoned. The water took me where the gatekeeper gazed. Somewhere in the mind I was summoned. The water took me where the gatekeeper gazes the big mirror of time and balances past, present, and future. A child and a beast. And for some reason, a little shift. Where pain and joy tilt the pendulum constantly. I was granted to cross. Cross to another realm. I was given the key to freedom, to power, to transparency. I crossed the gate to a room where the picture became sharp like a sword, where I could heal and restore and find myself in the darkness like a bear that hibernates in a cave during winter. For the stars, I'm not looking for the fame. I'm not looking for the gold, but the feeling of falling. The pain, I'm not looking for your love,
but the feeling of falling, the feeling of falling, not to love but to feel like falling, the feeling of loving like the water in the waterfall. De otro ser, o a través de una Stichting, o a través de un festival de ópera, pero volver a ti. Gracias. Wow. Dankjewel, Aria Lester. Wow. Big, take your applause. Yes. Meer van Aria Lester dus tijdens de voorstelling The Cave. Tijdens het festival. Sorry, it's not The Cave. No, it's... I mean, I wish... The Gate. It's The Gate. I said wrong. The Cave I'm sorry. Is the Gate. Another show. Yes, thank you. Very good. Excuse me. Oh, we hebben ook zoveel. Nee, dat is geen excuus. We gaan snel weer verder. Want ik zit even op mijn horloge te kijken. We hebben nog een heleboel wat we aan jullie willen laten zien. En nog niet meer zo heel veel tijd. We gaan door met een andere bijzondere voorstelling. Il Diluvio Universale, de grote zondvloed. En terwijl ik de regisseur van onze voorstelling naar voren haal, wil ik jullie vast laten kijken naar een filmpje
van de grote zondvloed. Sharon Minailo, wat zagen wij hier? Welkom, kom erbij. Dankjewel, dankjewel. Dag allemaal. Wat zagen wij hier? Nou, we zagen een fragment uit deze prachtige, prachtige barokopera. Ho, ho, ho. Hallo. Dat is... Nou, dat is... Ah, wauw, goed gedaan. Nou, dat was, ik hoefde alleen maar heel streng te kijken. Goed, vertel, we zagen. Nou, dus dit is een prachtige, prachtige barokopera met het verhaal van Lot en zijn vrouw Raad. Eigenlijk het beroemde, bekende Bijbels verhaal van de grote zondvloed. Ja, van de Ark van Noach. Hè? Van de Ark van Noach, ja. En dit is een fantastisch gezelschap uit Frankrijk en België die eigenlijk deze opera als concert al, nou wat... 10 jaar of zoiets overal in de wereld aan het opvoeren zijn. En zij komen dus ook naar de operadagen. Dus mm-hmm. We hebben kans om deze fantastische groep te zien. En ik werd gevraagd om eigenlijk een beeld aan deze voorstelling toe te voegen. Ja, om want het is, het is een concert, dus het is geen opera. En jij bent gevraagd om daar een theatrale component aan toe te voegen. Ja, precies. Ja. Nou ja, ik heb goed naar de muziek geluisterd en toen heb ik bedacht dat eigenlijk moeten wij heel erg lo-fi met de voorstelling gaan. Dus geen videoprojecties en dit soort van dingen, maar mensen. Mm-hmm. Want in het verhaal zoals we kennen verzamelen Lot en zijn vrouw eigenlijk paren van dieren om ze eigenlijk te bewaren. Zodat na de 40 dagen van regen zullen zij met hun gezin en de dieren de wereld opnieuw kunnen bevolken. Ja, dus ze kiezen paren die in de ark van Noach mogen om te overleven eigenlijk. Juist. Hè? En ja. Als je eigenlijk goed naar dit verhaal luistert, dan kom je achter dat het hele mensheid vervolgens herstart is aan de hand van een hele kleine genepool van ja, Lot en zijn vrouw en hun kinderen. En daarom dacht ik, nou, we moeten eigenlijk het verhaal een beetje updaten. We moeten een mooie nieuwe ark creëren waarin niet de dieren als paren behouden worden of verzameld worden, maar eigenlijk de mensen. Mm-hmm. En mensen met heel veel verschillende genepoelen. Dus eigenlijk de diversiteit van de mensheid. Alles wat ons als een zeer divers en een kleurrijke dier maakt. Dat wil ik tijdens de voorstelling gaan opslaan. Oh, hallo. Dus moderne paren. Ga je daar op zoek? Paren van deze tijd. Juist. Jong, oud, van alles. Mm-hmm. En de paren verzamelen we eigenlijk. Althans, we hebben een oproep gedaan. We hebben paren gevraagd om zich aan te melden, om mee te doen aan de voorstelling. Elke paar zal een kleine scène spelen tijdens de opera. Mm-hmm. En we hebben heel veel aanmeldingen gedaan, maar we zoeken nog steeds naar hele toffe, spannende paren. En dat hoeven geen liefdesparen te zijn. Dat kunnen huisgenoten, vaders, moeders, kinderen, verpleegster en patiënt. Alles kan, van alle leeftijden, alle kleuren, alle seksuele oriëntaties, alles wat bont en fantastisch is. Hoe bonter, hoe beter. En ik zie wel echt hele fantastische mensen bonter, hier. Hoe bonter, hoe beter. Oké, dus als er mensen hier in de zaal zijn die of zelf denken, nou, of die denken, oh, ik weet wel, mijn dochter met... de hond of whatever, iets wat je ook maar bedenkt, dan mogen ze naar jou toe lopen en zich opgeven. Mensen via Facebook ook via misschien Facebook, die kijken. Via de website. Okay. Eigenlijk liever niet andere mensen aanmelden, maar gewoon, je zijn allemaal fantastisch genoeg. Dus meld je aan bij ons en hopelijk kunnen we een fantastische voorstelling samen maken. Yes, en dan mag je meedoen aan Il Diluvio. Gaaf. Oké,
Dank je wel. Graag gedaan. Ja, we zagen net bij Steve de Jong, zagen we Eurydice al even voorbij komen. En dit liefdesverhaal, nou ja, of het hier echt een liefdesverhaal was, maar komt nog vaker voorbij tijdens het festival. Namelijk ook in de bijzondere voorstelling Orfeo en Majnoen. En Rajiv Bhagwanbali is hier. Jij bent een van de... ik heb hier een microfoon voor je. Jij bent een van de... Ja, hoe zal ik het noemen? Van de coördinatoren van het project. Ja, dat klopt. Twee klassieke verhalen eigenlijk. Nou, vertel het maar even zelf trouwens. We brengen eigenlijk twee klassieke verhalen samen. Ja. Die van Orfeo en Eurydice. Ja. En Leila en Majnoen. En het idee daarachter is om... kijk, Opera Dagen die wilde juist ervoor zorgen dat opera voor iedereen zou zijn. Mm-hmm. Nou, met dit project is het onze doelstelling om doelgroepen erbij te betrekken die normaal die je niet zou verwachten bij mm-hmm. opera. Mm-hmm. Denk aan de Chinese drakendans. Denk aan de Turkse volksdans. Denk aan de bejaarde van de Leeuwenhoek. Dus de echte Rotterdammer die je normaal niet zou verwachten in een operazaal. Nou, op wat voor manier kan je dan ervoor zorgen dat er een brug wordt geslagen met opera? Ja. Nou, dat zijn we dus nu aan het bouwen en dat is echt hartstikke leuk. En hoe, als je alvast heel in het kort, hoe bouw je die brug? Ja, je bouwt de brug door eerst te vragen van, aan die verschillende communities van, vind je het leuk om wat te doen met opera? Ja. En dan zegt iedereen, opera, ik vind dat helemaal niet interessant. Uh-huh. Ja, maar waarom vind je het niet interessant? En dan komen er bepaalde redenen en zeggen van, oké, wat als je kan samenwerken met een operazanger? Dat hebben ze dan nog nooit gedaan. En dan? Nou, en dan gaan we bouwen. Dan gaan we nadenken. Maar dan van, vinden ze het wel leuk, want ze vinden nou, opera... Ze staan wel open voor nieuwe ervaringen. Mm-hmm. En dat is hartstikke leuk. Ja. En dat merken we aan beide kanten. Zowel de operazangers, de operaspelers, die vinden het heel interessant om in die verschillende communities te experimenteren. Ja. En de verschillende communities vinden het hartstikke leuk om met opera te experimenteren. Ja, dus het is echt een uitwisseling tussen zeker oud en nieuw of oud oost en nieuw, en oost en west en verschillende soorten disciplines. Het is muzikaal, het is theatraal, het is dansant. Het is echt. Ik ben heel erg enthousiast over dit project. Dus het gaat echt superleuk worden. Ja. Leuk. We kunnen er nog heel lang over praten, maar we kunnen het we ook laten zien. We moeten gewoon kijken, denk ik. Wil je er wat zien of niet? Ja, denk ja, toch? Het wel. Oh, dat gelul. Wil je het nog vertellen of gaan we gewoon... Ik ga gewoon helemaal niks vertellen. Helemaal jullie moeten niks gewoon vertellen. Genieten, kijken en enjoy. Okay. Een kleine snippet van de bruggen die we slaan. Ja. Orfeo en Majnoen. Orfeo en Majnoen. Kijken. Elle est là, je suis sûr, si j'osais me défendre, essayons, mais elle est là, dernier d'aller d'entendre. À la voix d'une âme infidèle, réponds ma belle, ainsi qu'on te voit. À ma voix, dernier corps paraître, ouvre ta fenêtre, ainsi qu'on te voit. Blue,
gonna rock, give it up a kid like. Sempre un amabile, legge a provviso, in pianto e in riso, te menzognero. La donna è amabile, qual più malevento, muta d'accendo, e di pensier, e di pensier, e di pensier. Dank jullie wel. Meer van dit in de voorstelling Orfeo en Majnoen. Dank jullie wel. Ja, en dan gaan we nu verder met Club Gewalt. En ik had een heel verhaal voorbereid, maar dat hoeft niet, want ze gaan het namelijk allemaal zelf vertellen. Dus ik ga gewoon weer van het podium af. Veel plezier met Club Gewalt. Hallo allemaal. Ik ben Susanne en dit is Amir. En wij zijn van muziektheatercollectief Club Gewalt. En het is echt super fijn dat we hier zijn bij de kick-off van de operadagen. Het is allemaal heel mooi. Maar eigenlijk is opera natuurlijk dood. We weten het allemaal. Kijk maar om u heen. En wij gaan met Club Gewalt tijdens de operadagen een eigen festival organiseren. En dat gaan we hier doen in de Schouwburg, boven in de Erker. 8 dagen lang. Club Gewalt X Opera. Opera is dood. Is opera dood? Club Gewalt vraagt zich af of opera dood is. Club Gewalt gooit opera in de uitverkoop. Club Gewalt gaat opera begraven. Club Gewalt gaat opera een dienst bewijzen. Club Gewalt gaat opera annexeren. Club Gewalt vermoordt opera. Club Gewalt brengt opera tot leven. Jullie kennen de tekstje misschien als je het boekje hebt gelezen. Tijdens Opera Dagen Rotterdam 2019 presenteert Club Gewalt een serie van 8 clubavonden waarin opera wordt onderworpen aan een ultieme crashtest. Iedere avond een ander programma. Opera is niets meer dan recreatie voor de babyboomer. En daarmee is de houdbaarheidsdatum definitief verlopen. Sorry hoor. Ik lees het gewoon voor, hè. Tijd dus om afscheid te nemen met performances, dansjes en bier. In hun eigen bunker in Theater Rotterdam neemt Club Gewalt het publiek mee in terugkerende opera-soaps. Een op zoek naar het opera-publiek radioprogramma, Bringing Opera Back to Life rap battles en nachtelijke requiem raves. Iedere avond een nieuwe editie waarin opera opnieuw theatraal de pijp uitgaat. Dus wij stellen eigenlijk voor om geen kaartjes te kopen voor de operadagen. Maar gewoon bij ons elke avond tussen 10 en 12 langs te komen. En samen op zoek te gaan naar, samen opera te vermoorden. Precies. Maar om dit prachtige genre nog 1 dienst te bewijzen, willen we graag vandaag met u 2 grote opera classics tegen horen gaan brengen. En dat kan eigenlijk op geen betere manier dan met karaoke, oftewel kara-opera. Dus wij willen u eigenlijk vragen om allemaal op te staan. Als het nog lukt, nee, grapje. Nee, les nu klaar. Nee. Het is klaar nu. Nee, we vinden het heel fijn dat u er bent. Of je dus allemaal op wil staan. Amir wil even nog 1 zangoefening om even die strot een beetje los te krijgen. Jullie hebben natuurlijk heel lang geluisterd. En misschien is het leuk om eventjes jullie stemmen warm te draaien. Dus we dachten, misschien is het leuk om even opera te doen met z'n allen. Opera. Dat klinkt goed. Ja, en dan doen we het halve toontje. Is dood. Is dood.
Oh, nou, dit komt prachtig. Helemaal goed. Ja. We hebben er echt super veel vertrouwen in. Zet dat ding maar aan, daar zou gaan ik zeggen. We. Ja. Ja. Ik kan trouwens geen Frans, dus jullie moeten me helpen. Misschien herkenbaar al. L'amour est una noire belle. C'est bien avec quoi l'appel. S'il ne convient de refuser. Rien n'y fait, mais la soupière. Ah, mooi hoor. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, maïs m'a pleuré. L'amour, l'amour, l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, je t'aime. Je t'aime, pas je t'aime, mais je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Vast een applausje hoor voor jezelf. Hartstikke goed. We gaan nog door. Naar de volgende. Deze is heel makkelijk. Der hohle Rauch durch meine Hitze. Blijf jullie jongens, kom op hè. Voet niet toe dicht, zera zo toe mijn hitze. Gaat goed hoor, Suus. Zera zo toe mijn hitze. Zo bist du mijn strak hè. Mooi jongens. Oh. Nog een keer. Ik hoor helemaal gelach hier. Applaus voor jezelf. Groot applaus voor jullie. Groot applaus voor jou. Ja, man. Ja. Te gek, jongens. We zien jullie graag tegemoet. Moeten we nog iets zeggen hier? We hebben eigenlijk alles nee, al gezegd. Ja, we, iedereen weet dat opera dood is. Precies. Dus volgens mij is het duidelijk. Ja. Heel erg bedankt. Dankjewel. Suzanne en Amir van Club Gewalt. Iedere festivalavond dus daarboven in de erker. Guy Kolen, waar ben je? Ik heb hier een vraag voor jou. Ja, daar ben je. Een vraag via Facebook. Oh. Een vraag van Maarten, namelijk. Mm-hmm. Welke metamorfose staat voor jou centraal op Operadagen Rotterdam? Show. Heb je even. Maar ik denk het programma dat we nu vanmiddag al gezien hebben, dat dat eigenlijk al het antwoord is. In al die verscheidenheid. Denk dat het, ja, wat je kan zien, wat opera kan doen. Je kan het in zijn meest klassieke vorm of je kan er plezier mee beleven zoals daarnet. Dus ik denk die metamorfoses die opera kunnen doen voor artiesten en voor het publiek, dat is voor mij het belangrijkste om de operadagen te mogen leiden. Kijk. Dus ja. We verheugen ons, denk ik, na het zien van dit alles allemaal enorm. Als internationaal publiek dat ons nu gevolgd heeft nog denkt dat we een ernstig festival zijn, dan weten ze dat niet. Dan is dat bij deze bewezen dat dat niet het geval is. Volgens mij gaat de kassa open. Ja, ik wil nog twee dingetjes die we niet besproken hebben, okay. Want ik ga dan stoppen. Dat, ja. Want er is nog een project dat Arlon Luiten al. Dat is ook een project dat we in 4 jaar doen. Volgend jaar komt daar een groot stadsproject. En hij doet nu ook, omdat we het over Wagner hebben gehad, de Götterdämmerung. Het is een interactieve voorstelling. Mm-hmm. Vorig jaar was het met een grote productie met kinderen. Mensen hebben het misschien wel gezien. Het is het derde deel van The Ring of Resilience. Ja.
En volgend jaar gaan we, want we hebben het nu gehad over de Orfeo en Majnoen. Wat ik niet gehoord heb, is dat we dat op zaterdag, is eigenlijk een project dat hier om een, begint om 2 uur op zaterdag, bij de opening zaterdag, bij het station. En dan is het allemaal hier in de Doelen. Een groot en de stadsfeest. Groot stadsproject. En dat gaan we vanaf nu elk jaar doen. Dus Arlon is ook volop bezig met zijn stadsproject voor volgend jaar, maar dit jaar... kan u al meedoen en dan komt dat volgend jaar weer terug. Ja. En ik wil nog één ding zeggen, want mensen die het dan als het over de metamorfose. Dit is ons beeld dat op het boekje staat, maar u zal 3 van deze vreemde figuren, en dat zijn voor ons natuurlijk ook metamorfoses. Dus je ziet hier altijd 2 figuren door elkaar. En in de stad zal u naast deze ook nog 2 andere figuren tegenkomen, zodanig dat... Ja, als het festival afgelopen is, dat iedereen zijn eigen metamorfose ideaal wel zal hebben. Even doorgemaakt, goed zo. En mogen ze dat, als dat zo is, dan mogen ze dat vast ook aan jou komen vertellen. Absoluut. Ergens als ze je tegenkomen. Mochten de mensen nu nog vragen hebben aan jou, dan hang je hier ook nog even rond, ben je zeker? Denk ik. Dan stop ik echt. in het boekje, want mensen vragen soms, wat moet ik gaan zien? Het zijn allemaal namen die ik niet ken en ik ben niet zo'n grote opera van, of ik ken er niet zoveel van. We hebben in het boekje een pagina gemaakt van als u nieuwkomer bent en u wil eigenlijk niet de moeilijke dingen of u wil niet terechtkomen in een experimentele voorstelling, hebben we een hele lijst gemaakt van voorstellingen die voor iedereen... Een heel fijne ervaring zullen zijn, waar de drempel niet te hoog is. Instapvoorstelling, maar die is ook voor de mensen die veel van opera houden. Ja. En is ook, maar, dus dat is voor om iedereen een om beetje te helpen. Goed, andere zo. Vragen, laat maar komen. Ja. Tobias en ik zijn er om u te beantwoorden. Hartelijk bedankt, Guy Kolen. En dan is dus daar, kijk, er staan al mensen in de rij. In onze vertrekhal bij de kassa. Ik wil nog heel even zeggen, voordat u allemaal daar naartoe gaat, dat dit jaar is er nieuw. Je hebt een stapelkorting. Dus als je naar meerdere voorstellingen wilt op 1 dag, dan krijg je 20% korting op die voorstellingen, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. En als je je helemaal wil onderdompelen in het festival, dan kun je ook een opera dagen pas kopen, waarmee je 50% korting krijgt op alle kaartjes. Dat kan alleen of met z'n tweeën. Nou, ze weten daar alles over te vertellen bij de kassa. Hartelijk dank dat u hier was vanmiddag. En wij hopen jullie allemaal terug te zien tijdens Opera Dagen Rotterdam in mei. Dankjewel. Dag.